Welkom terug YouTube bij Harry de Ferryman. En vandaag gaan we de veerpont van gaan we aan de gier leggen. Zoals je van de week hebt kunnen zien, hebben we de veerpont 9 aan de gier gelegd. En ja, dan is nu ook die van Ooyen aan de beurt. En dat gaan we vandaag eens doen. Op het moment dat ik dit filmpje zit te editen is zaterdagavond. En hebben we een heel innoverend dagje achter de rug met een veerpont lid. Ja, dat is het ook een dag. Hebben we jammer genoeg het landelijke nieuws gehaald. Hebben we nou al de kerstboom gevangen? Maar ja, je kunt hier al zien wat er in de Maas drijft. De veerpontlid is los van zijn kabel geslagen. Volgens de veerman is er gekomen door een boom in de Maas. En dan een boom met een doorsnee van ongeveer 70 centimeter, dacht je. Sluiting laat er aan hangen, denk ik, of niet? Nou, we hebben die kabels beveiligd, heb ik pas geleden een keer verteld, met die kabelklem. Dat ik hem zat te lassen in Maas Bommel. Die kabelklemmen zijn ervoor gemaakt als er iets aparts gebeurt, dat je de kabel laat schieten. Nou ja, dat is er een lid gebeurd. Jammer genoeg met een paar auto's aan boord. Dus die mensen hebben best wel wat overlast gehad. Die zijn door de brandweer van boord afgehaald. En netjes in de kazerne opgevangen en daar een bakje koffie gekregen en zo. En toen wij de pont weer op zijn plek hadden, konden ze de auto er gewoon weer afrijden. Met een paar uur vertraging. Maar dat is niet anders. We gaan nu eerst eens even kijken naar het filmpje van Ooyen aan de gier. En als er nog vragen over zijn, dan hoor ik ze graag hieronder in de opmerkingen. Dan zal ik ze altijd proberen te beantwoorden. Kijk maar op het wind van mijn ogen. Heb eens. En nou moet hij langer. Komt dat een beetje langer in dan? Hij is breder vooral. Passen we de vingertjes? Die moet die bij jou neergooien? Ja, die laat maar. Ik kan jou weer oppikken. Nou, veer erin. Ja. Zullen we even. Zo. Hij gaat goed. Zo gaat hij goed. Dan loop ik eens meer. Zo, klaar. En nou moet ik eventjes gaan liggen. Ah, pijn is fijn. Ja, op twit van de wolken gemikt, hè. Nergens overboord kan je dadelijk. Lang uit erin. Oh, zoiets. Ja, een goed chatje. Nou, we zijn er weer aan het einde van het filmpje. Ooyen ligt aan de gier, dat is allemaal voorspoedig verlopen. Als je er nog vragen hebt, zoals ik net al zei, hieronder kun je ze stellen. Probeer ik ze te beantwoorden.
Vind je de filmpjes leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigen abonneren op mijn kanaal. Als je dan het belletje aanklikt, word je altijd op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals wij altijd doen hier in Brabant. En dat is zoals wij hier zeggen. Houdoe!